Goedenavond. Drukte in de Nederlandse uitvaartcentra... doordat er meer mensen overlijden dan normaal gesproken in deze periode van het jaar. Waar dat precies doorkomt, is nog niet duidelijk. Maar in de laatste weken van december stierven een kwart meer mensen dan verwacht. Blijkt uit cijfers van het CBS. Oversterfte heet dat dan. Dat wordt door het CBS sinds 2009 in de gaten gehouden. Het is het verschil tussen het verwachte aantal doden... en het aantal mensen dat echt is overleden. En soms is dat verschil opvallend. Zoals in 2018. Toen was er een langdurende... Epidemie. En in 2020 kwam het door de uitbraak van corona. Ook in de laatste weken van 2022 zijn in Nederland veel meer mensen dood gegaan dan verwacht. Waardoor ja, precies is dus niet duidelijk. Maar bij de uitvaartcentra zorgt het voor grote drukte. In deze aula van Monuta in Apeldoorn zijn al wekenlang twee keer zoveel uitvaarten als normaal. Vanaf de kerst was het echt euh, nou ja, druk. Druk in de zin van... Uitvaartcentra vol, veel uitvaarten. Uh, de catering, de rouwauto, het crematorium, de begraafplaats. Uh, al die items uh, moeten op elkaar aansluiten. Ja, dan, uh, dan moet je de focus er wel op houden. In de laatste vier weken van vorig jaar zijn er veel meer mensen doodgegaan dan verwacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde bijna 16.000 extra sterfgevallen. Dat is bijna een kwart meer sterfte dan normaal in december. Corona lijkt de belangrijkste oorzaak, maar niet de enige. Er is een griepepidemie, echt een grote in dit op dit moment in Nederland. Andere virussen kunnen ook een rol spelen. Het kan ook nog zijn dat mensen die hersteld zijn van corona. kwetsbaar blijken te zijn en dan een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Mogelijk zijn er ook nog wel effecten van uitgestelde zorg gedurende de pandemie. Monuta doet in deze periode honderden uitvaarten extra. Alle hens zijn dek met de planning rond krijgen. Je moet daar wel langer over nadenken, nog een keertje schuiven van. Oh, de familie wil dan, maar nou, als ze dus dan. Dus een uitvaart doen, is op dit je, moment wellicht iets later. Nou, later of misschien net niet op het voorkeursmoment. Het is hard werken, maar met liefde. Dat betekent uh, s'avonds je teksten te schrijven, gewoon in je vrije tijd. Als je families uh, in zo'n kwetsbare periode. Mag begeleiden en, en je mag bij ze binnenlopen en, ze, en je wordt opgenomen in zo'n gezin. Ja, dan, dan is dat bijna een cadeau. Een taak die je maar één keer goed kunt doen. Er zijn dus wel vermoedens over de oorzaken van die oversterfte. Maar zekerheid is er niet. Daarom wordt in de Tweede Kamer aangedrongen op meer onderzoek. Een van de mogelijke oorzaken die regelmatig wordt geopperd door sceptici, is dat het zou liggen aan de coronavaccinaties. Maar volgens het CBS kan het daar niet aan liggen. Integendeel, ik zie in landen bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. waar meer is gevaccineerd dan in Nederland. dat daar nog helemaal geen oversterfte vastgesteld is. Dus we zien eigenlijk alleen maar dat het positief is ten opzichte van de gezondheid van mensen. om juist sterfte en ziekte en sterfte te voorkomen. Dus blijft de vraag: waar komt die oversterfte dan wel vandaan? Is het de uitgestelde zorg? Is het nog altijd COVID of heeft het te maken met long-COVID? Verschillende partijen in de Tweede Kamer dringen aan op onderzoek. Speculeren gebeurt genoeg op dit dossier. En als ik wist wat de oorzaak zou zijn, zou ik niet om onderzoek vragen. Het kabinet heeft een aantal onderzoeken aangekondigd. Snel gaat dat niet. Want er moeten een aantal zorggegevens worden gecombineerd en dat gaat niet zomaar vanwege de privacy. En dan is er nog niet eens naar 2022 gekeken. En ik zeg, doe dan ook het jaar 2022 erbij, omdat er nog steeds zeer verhoogde oversterfte is. En dat kan je informatie geven over de oorzaken. En eh, zorg ervoor dat de onderzoekers alle data hebben. Want pas als je echt weet wat die oversterfte veroorzaakt, dan weet je ook of je er iets aan kunt doen. Bij een winkelcentrum in Zwijndrecht is vanmiddag een vrouw doodgeschoten.